Een enkeling het wel aandurft in korte mouwen. Balbezit voor Woudenberg. Althans, dat was die van plan. Maar dat wordt een Tilburgse ingooi. Woudenberg. Leek ook te kiezen voor een lange bal. Maar voor je het weet, beland je in de na-competitie. En dat wordt een loterij voor de nummers 16 en 17 van de Eredivisie. Willem 2 te zijn. Woudenberg. Een soort Harmer Olie, zei onlangs iemand. Dat klopt ook. En terug bij Woudenberg. Weer de diepte gezocht. De bal weer binnendoor. Dit keer bestemd voor Reza. Als de bek de bal in de looprichting meekrijgt, dan kan hij er binnen snijden. Nu moet hij een omweg maken en wordt hij geconfronteerd met Heerenveen tegenstanders. Liefdink. Zanelli. Nu wordt het klein-klein. Ligt de ruimte aan de zijkant bij Woudenberg. Die gaat schieten. Woudenberg, ja hoor, die zit erin. Raakt hem perfect. Raakt hem perfect. Hij gaat langs een liniaal in de verhoek. Woudenberg. Met dank aan Schaars. Daar zit Kroeks tussen. Grappig om te zien hoe vooralsnog veel meer verloopt via linksachter in Heerenveen, via Woudenberg. Woudenberg. Geduld, dat loont. Flap. Buitenspel. Wedstrijd waarin voorlopig Heerenveen aanvalt. En Willem II zich beperkt tot verdedigen. Noodgedwongen. Woudenberg. Rogas start weg. Latschman heeft dat doorzien. En u hoort. De bedoeling is Kroeks, maar die is niet aanspeelbaar. Lewis zit er weer goed tussen. Creëren vanavond. Kroeks. Overtreding Woudenberg. Dit duel tussen Kroeks en Woudenberg. De drie doelpuntenmakers van Willem II in dat strafschopgebied. Ook Wetsje, Sol en Rienstra. Er komt de hoekschop. En die ziet hier geel in. Voor de rechtervleugelverdediger van Heerenveen. Hier gaat de linkervleugelverdediger van Heerenveen. Woudenberg. Woudenberg. Krijgt die bal een heel eind het strafschopgebied van Willem II in. Woudenberg krijgt een tik mee van Kroeks en de vrije trap is uiteindelijk voor Heerenveen. Het is een groot probleem voor de Tilburgers. Verdedigen, het lijkt erop alsof Heerenveen de zaken waar het dat misschien voor rust naliet. Vlak na rust wel meteen definitief wil beslissen. Woudenberg. Reza. Maakt die hens? Blijkbaar niet. Ook Betsje. Ja, hij heeft een hopeloze opdracht. Raakt de bal Broert, maar heeft het geluk dat hij wel bij een medespeler belandt. Uitverdedigd door Tsimikas, maar het probleem nog niet opgeruimd. Volgende mogelijkheid voor Heerenveen komt hier dan 3-0 aan. El Ancoury. Ook Betsje. En zo nadert het laatste kwartier. Benieuwd of Veerman nog een lange hoge voorzet krijgt. Hij kiest in ieder geval positie. Veerman. Controle zit vast. En behouden ze een kort deel aan het begin van de tweede helft waarin... Heerkens. Louis die hoopt met de sliding eerder bij de bal te komen dan Woudenberg.